tijd kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik wou het met jullie hebben over 3 makkelijke dingen om mee te nemen op bijvoorbeeld kennismakingskamp of introductiekamp voor als je gaat studeren of je gaat met je klas op schoolreisje. Dus even 3 makkelijke dingen om mee te nemen die echt niet gezond zijn, maar wel heel erg lekker. Maar ik hoor heel vaak, ja, maar vegans eten alleen gezond en die kunnen alleen maar gezonde dingen eten. En ik wil even wijzen dat dat niet zo is. En dan de allereerste is deze vossenkoppen gewoon te vinden bij de Lidl. Of Lidl, of Lidl. Ik weet niet veel van al die namen die langskomen. En is gewoon helemaal geweldig. En semi-gezond zelfs nog. Dus ja, en heel erg betaalbaar. Dus ik zal de prijzen erbij zetten. Hierbovenin, vermoed ik. Of daarbovenin. Ik ga mijn best doen. Die ga ik erbij zetten. Geen palmolie. Gewoon nog fruitsuikers. Natuurlijk zit er ook gewoon glucosestroop in. Want ja, hè, zuurende suiker. Maar goed, dit kan je dus uitdelen aan vriendjes en vriendinnetjes. Gewoon lekker. Gewoon ordinair lekker. Dus gewoon bij de winkel te vinden. Daarnaast iets wat je gewoon bij de Action kan vinden. Een hele grote zak. Helaas zit er palmolie in. Voor degenen die palmolie belangrijk vinden. Deze zijn dan dus niet voor jou. Helaas zijn de zure matten dus de enige van Katje die vegan zijn. Katje heeft ook andere dingen. Maar tot nu toe heb ik daarvan niet echt gevonden dat ze vegan zijn. Want of er zit bijenwas op, of er zit gelatine in. Dus die zijn niet vegan. Dus deze gewoon bij de Passion for Action. Of de Acetion. Dus ben jij beginnende vegan, wil je wat uitdelen aan vriendjes en niet alleen maar gezond doen, dan is dit een optie. Helaas dus wel voor degene die met palmolie bezig is, dan zou ik deze laden. Dan zou ik even omfietsen voor een Lidl, als die bij jou in de buurt zit. Of een Lidl of een Lidl of whatever wat je wil noemen. Je hebt overal wel ergens een Albert Heijn, een Jumbo of andere supermarkten zitten. Voor degene die echt van de zuurigheid houdt. Dan zijn de Napoleon natuurlijk een hele fijne optie. Gewoon uit te delen. Vegan, glutenvrij. Dus iedereen kan ervan meegenieten. Dus dan is dit zeker iets om in je rugzak te doen. Of in je koffer te doen als jij met vriendjes op pad gaat. Of als jij meegaat naar de Cube. Dat soort dingen. En je gaat voor het eerst. En gewoon al even wat geks mee. Ja. Op die manier kom je makkelijk aan het praten met mensen, denk ik, vermoed ik. Dus ja, dan heb ik die dus voor jullie als laatste optie. Ik heb even niet meer sizzles gekocht. Er is veel meer lekkers te vinden. Kijk daarvoor even op. Bijvoorbeeld op de Instagram site van is this vegan? Ja, er zijn zoveel sites waar je informatie op kan vinden. Even kijken, bijvoorbeeld Gewoon Vega. Een hele leuke website, kan je heel veel informatie op vinden. Gewoon als jij niet per se gezond wil, maar wel gewoon iets wil delen met je vrienden. Of klasgenoten, of mensen die je helemaal nog niet kent, maar zonder dat je een rare stempel krijgt van die rare vegan. Ja, dit is eventjes. Dus misschien heb je wat aan, misschien heb je er helemaal niks aan, want je kende het al lang. Maar goed, ik dacht dit is misschien even een makkelijke starter voor mensen die op kamp gaan. Even een reminder. Oh ja, vegans zijn niet alleen maar die mensen die sla eten. Of komkommertjes eten. Of worteltjes eten. Maar ook andere lekkere dingen. Die zijn gewoon per ongeluk vegan. Goed, hopelijk heb je hier wat aan. Heb je andere dingen, vragen, opmerkingen? Laat het natuurlijk weer gewoon beneden achter. En hopelijk zie ik je in de volgende video. Dus deze 3 dingen zijn gewoon vegan.